Tom Jan Mees heeft weer een mooi stuk afgeleverd in de kwaliteitskrant. Ja, dat ging over het bezuinigen op, op Defensie. Ja, de rol van Rutte daarin. Ik heb het nog niet gelezen, ik heb de krant maar net. De krant was ernstig door de regen aangetast. Dus die... Oh, die ligt te drogen. Ja, die toch? ligt te drogen, zo is het. Nou, Het komt er in ieder geval op neer dat Rutte zich persoonlijk heeft uh, bemoeid met de bezuinigingen bij Defensie. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Hans Hille wordt Kijk, aangehaald dat... in het artikel. Ja, een groot denker. Uh, nou ja, die zaak ligt natuurlijk betrekkelijk simpel. Op het moment dat die bezuinigingen doorgevoerd werden, leek dat volkomen redelijk te zijn. Dat nu achteraf, en pas nadat eh, Poetin eh, de Oekraïne heeft, heeft aangevallen, iedereen zegt, oh, hadden we het maar niet gedaan, hadden we de zaken maar op orde gehouden. Dat is maar heel betrekkelijk in allerlei opzichten. Daarbij moet ik eigenlijk het voorbeeld geven van: God, hoe heet die man nou toch ook weer? Die uh, minister, uh, Duitse minister van, van productie ook tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nou goed, kan er nu niet opkomen, doet er niet veel toe, dat in de mensen even thuis op zoek. Hij is later vermoord door rechtse, rechtse radicalen. God, dat nou ja. Wie is zo'n ouderdomskwaal? Maar goed, na de Eerste Wereldoorlog waren de Duitsers gedwongen om eigenlijk een groot deel van hun bewapening weg te doen. En hun leger te beperken tot een soort kernleger van, ik meen, 100.000 man. Nou ja, je begrijpt, ach en wee, en hoe kan dat nou? We zijn, we zijn onze macht kwijt, we hadden een ellende. En toen zei die man, die minister, die denken kon. Die zei: joh, daar moet je helemaal niet over piekeren. Want op korte termijn is er helemaal geen sprake van, van oorlog. En tegen de tijd dat dat eventueel weer zo is, kunnen wij ons opnieuw bewapenen en dan hebben we de modernste wapens. In plaats dat we nu met oude rommel door zouden moeten, we moeten eigenlijk de geallieerden dankbaar zijn dat we die oude rommel af moeten danken. En ik denk dat dat hier ook een rol speelt. Ondertussen zijn natuurlijk de eisen die je aan een modern leger stelt in allerlei opzichten structureel veranderd. Deel van de eisen is nog wel zo. Maar ik zag bijvoorbeeld ergens staan dat je, dat je in, de, in de kop van dat artikel. dat je zonder tanks. dan was je, was je een. was het ook alweer? Nou ja, een trompetist zonder trompet, zoiets dergelijks. Nou, lijkt me leuk, ook eerste klas. We zijn een betrekkelijk klein land. we zouden beter goed na kunnen denken over hoe we onze strijdmacht. zo efficiënt mogelijk kunnen integreren. in een grotere Europese strijdmacht. Of eventueel uh, ook nog in, in een nato strijd maar Ik weet niet precies hoe, die, hoe dat gerelateerd zou moeten zijn. Maar dat je zonder tanks geen, geen betekenisvolle defensiepolitiek zou kunnen voeren, zegt Kletskoek, eerste klas. Je hey, zou juist eens over, gezien de gebeurtenissen in de Oekraïne, zijn heel goed na moeten denken over wat voor tanks dat dan zouden moeten wezen. Hey, klas een heel stuk over. Kleine, kleine gevechtseenheden van de Oekraïense leger die met quads opereren. Nou ja, dan denk je, god, eh, misschien is het wel niet zo'n geweldig idee om met zo'n ding van 60 ton rond te gaan rijden. Denk aan die, aan die tanks daar, die Amerikaanse tanks in Irak. Die extreem kwetsbaar bleken voor hele simpele wapens. Ja, dan waren de unknown, unknowns geloof ik, waar Rumsel de over had. Dus ja, ik, ik, ik kan me dat dat je na 89 dacht, nou ja, het zit erop. De koude oorlog is voorbij. Hadden wij, ik geloof dat we oorspronkelijk van plan waren, weet ik veel van die, hoeveel van die, van die F-35's te kopen? 101 of zo, zie ik het goed? Zonder van het geld! Laten we, laten we de heer danken dat we dat niet gedaan hebben. Wat moet je met die dingen? Eh, dat is ook niet helemaal niet duidelijk hoe die... Die alleen kunnen opereren binnen een, een, een kader wat door de Amerikanen gedefinieerd is. Dus ik weet dat zo net niet. Ik heb begrip voor dat er fors doorbezuinigd is. Dat we er nu spijt van. Ja, zo in Poel. Ja, met de kennis van nu. Ja, zeker. Ja, dit is even kijken. De jaartallen zijn 2010, 2014. Ik zit in 2010, 2014. In de en het tocht als een scheet. Dus ik heb elk jaar weer spijt dat ik een nieuwe kozijn in heb laten zetten, ja. Spijt, spijt achteraf, daar geef ik niet veel voor. Nee. Maar, maar vind jij dat, dat landen ook binnen de Europese Unie geen eigen leger meer moeten hebben? Nou, dat zou de beste oplossing zijn, dat je dus een taakverdeling maakt. Hmm. We mogen nu in Duitse tanks. Je kunt zeggen, We hebben geen tanks meer, we hebben een deal met die Duitsers. Dat we in Duitse tanks mogen rijden. Ja. Ja, er zijn ook nog wel wat geluiden van mensen die zeggen, ja, je weet nooit hoe het gaat. Dus het is toch wel fijn om als land altijd nog zelf iets te hebben. Dit hoeft niet helemaal uitgebreid te zijn, maar dat je... Maar voor, je zult toch eerst moeten definiëren wat je taken zijn. Dat is, dat is bij al die praten over de Nederlandse defensie is mij dat nooit duidelijk geworden. Maak eens een, een, een statement van wat je eigenlijk wil met dat leger. Waar, waar moet dat ingezet worden? Bij vredeshandhaving in Mali of... of heeft het iets te maken met Midden-Europa? We moeten wel weten wat we ermee moeten. Dat wordt nooit duidelijk. Nou ja, je, je hebt wel... ook het gevoel dat militair allemaal dol zijn op de hardware. Ik, kan me, ik heb alle begrip daarvoor. Ik moet mezelf de hele godgans jaar beheersen om niet een peperdure camera te kopen. Terwijl ik eigenlijk wel weet dat ik met die iPhone heel redelijk bediend ben op het gebied van het fotografisch gebied. Ik zou doorgaans zo'n fijn lijkaartje willen hebben. Ook maar geen reclame maken. Maar waarom doe je het niet? Wat kan je uitschelen? Precies, ik, dat denk ik dan ook. kan kan makkelijk betalen, maar is het ook niet zo'n fijn lijkaartje kopen. Maar kan mij die 4000 euro's vijf Weet ik hoe idioot duur die dingen zijn. Ja, omdat ik dan, dan toch tenslotte denk: van ja, wacht nou even. Wat ga ik dan mee doen? Het is gewoon, gewoon gadget-loving is dat. Ja. En dan gebruik ik het twee keer. Je maakt dus een lolle foto'tje. Je denkt bij jezelf nou ja, zoveel beter dan die iPhone-foto's is het nou ook weer niet. Behalve wanneer je het dus vijftigvoudig vergroot. Ja, en we hebben het nu natuurlijk over Europese integratie, maar het, het zou een keer kunnen zijn, je kunt het je nu niet voorstellen, dat dat verhaal ook een keer anders ligt. Dat mensen denken, we gaan toch weer ons eigen land verdedigen. En er is een eigen leger wel fijn. En dat spullen. zou kunnen, maar dat zien we tegen die tijd dan wel. Okay. Dat zie ik voorlopig eigenlijk niet gebeuren. Nee, ik ook niet. Maar je hoort mensen die zeggen, ja, toch een slag om de armen houden. En dan vooral een Nederlands leger. En dat, dat, tegen wie gaan we ons dan verdedigen? Ja. Tegen de Belgen of zo? <laughs> ja, sowieso stelt dat leger al niet zo dat heel veel. Tegen die op. Duitsers? Neonazi's of zoiets? Nee, hoor, kom op. Nou, nou, serieus zijn. Nee, je zult eerst een, een heel noodzakelijk statement moeten maken. Om moet je te zeggen. definitie moeten maken van wat je wil met dat leger. Als je dat niet doet, ja, dan blijf je ook. Dat was toch het, 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 het beleid van het Nederlandse leger, was... dat we in alle geweldspectra mee zouden moeten kunnen doen. Nou, oh, nou toch op. Wat een Kletskoek, is dat nou toch? Ik bedoel, we zijn een piepklein land. Oh, dat mocht ik niet meer zeggen. Er was iemand die had een brief geschreven. Echt waar? Dat ik niet als maar piepklein land me zou mogen oh, zeggen. Ik las wel eens. Die van... hij zei dat wij toch een hele substantiële industriële mogelijkheid waren. Daar heeft die meneer groot gelijk in. Maar vergelijkend wijs, tussen de grote spelers op het wereldtoneel, te weten China, de Verenigde Staten, eventueel India, wellicht ooit Brazilië, als ze daar de, ooit de trein op de rails krijgen, zijn wij een dwerg. Mm. En hij is, onze betekenis is vooral een, als een, onderdeel, een constructief onderdeel van de Europese Unie. Hans Hille in dit uh, verhaal die zei van ik wilde toch uh, die bezuinigingen iets wat afzwakken. Dat, was toen, dat schrijft dus Tom Jan Mees, ook in dat stuk in NRC. En heeft Rutten hem schijnbaar gebeld van geen sprake van, stuur de brief maar naar de koning, dit moet er door. Ik kan me dan van hele best voorstellen, hij was minister van Defensie. Hmm. Dus dan moet je je portefeuille ja. verdedigen als de minister-president zegt van het moet allemaal weg, die spullen. Ja. En dat was natuurlijk ook. Uh, maar goed, ik kan, ik kan met die stemming. In, in, in de jaren na het eind van de Koude Oorlog, best voorstellen. Eh, jaren 90, de Holiday from History. Ja. Ik ben ook een keer bij zo'n bijeenkomst geweest van het EDF, het European Defence Fund. En wat ik wel interessant vond, is dat het vroeger zo was dat uh, bedrijven keken naar wat er in de defensieindustrie gebeurt en daar dus uh, hardware op gingen bouwen. Het is nu juist omgekeerd. Hè? Defensie kijkt naar wat gebeurt er bij MKB wat gebeurt bij MKB-bedrijven, wat er gebeurt bij andere grote bedrijven en daar gaan zij op meeliften of halen ze inspiratie vandaan... voor de spullen die ze in het leger inzetten. Ze willen dus ook heel graag samenwerken met die partijen. Ja, nou ja. Nou lijkt het me dat een MKB-bedrijf... natuurlijk dus weer een hele andere taak heeft... Dan een, dan een vechtend leger... wat hele specifieke taken heeft. Maar goed, we hebben nu een oorlog... of zijn we bezig een oorlog te voeren in Europa. Laten we de Oekraïne even... die reken ik ook tot Europa. Ik heb daar geen moeite mee. Idem, Dito, Wit, Rusland enzovoort. Uh, Laten we eens kijken wat, wat die oorlog ons leert over de moderne oorlogvoering. Er is natuurlijk heel terecht op gewezen dat de oorlogvoering in de Oekraïne in allerlei oude wetse oorlogvoering is. Maar tegelijkertijd kun je erop wijzen dat een aanzienlijk deel van die oorlogvoering eigenlijk nieuwe wetse oorlogvoering is. Denk aan de effectiviteit van al die anti-anti-tank-spulletjes. Die, die door één man zonder al te grote moeite bediend kunnen worden. Denk misschien aan die quads. Het zijn allemaal dingen die, alles een, die al wel een militaire geschiedenis hadden, maar hier kun je zien of het effectief is, ja of nee. En of je eventueel zelf in die richting je wilt ontwikkelen. Of dat je bijvoorbeeld alleen als Nederlands leger een ondersteunende functie wilt hebben. voor grotere landen die ook een omvangrijk, niet waar, geweldsapparaat erop nahouden. Bijvoorbeeld de Engelsen of de Fransen. Of de Duitsers, nou, de Duitsers die hebben ook erg veel pief, paf, geloof ik. En je ziet dat er in Nederland een enorme behoefte is aan schieten.